doe geen handtekeners. Ze hier bij Schiphol in de buurt. Het, die vliegtuigen, ik slaap niet. En Ria die slaat overal heen. Ja, dat komt omdat jij de hele dag op de bank ligt. Ja, dat komt omdat ik moe ben. Omdat ik de hele nacht heb wakker gelegen. Mag ik even liggen dan? En toen hoorde ik dus dat ze nog een extra opvliegbaan erbij gaan leggen. Ik maak het die terroristen nog makkelijker. Die mannen hebben al helemaal geen gedogen vliegopleiding genoten. Die kunnen niet eens een mooie bocht maken. Welke mannen? Die terroristen. Die gaan alleen rechtdoor. Dus dan ligt die precies op het doel af. Toch belachelijk. Nou ja, ik vind het wel wat hebben, die exotische terroristen. Ja, jij vindt het wel wat hebben. Ja. Ik zou maar op je tellen letten. Wij staan namelijk op een lijst. Ria en ik. Ik heb namelijk ooit foto's van Osama Bin Laden gedownload voor jou. Nee, ja, ik vroeg of je foto's van Pierre Kartner wilde downloaden. Ja, Pierre Kartner. Ik zag pas later, ik zou een tas maken voor mijn buurvrouw. Met een plaatje van Pierre Kartner met de tekst erbij. Duur, hè, in een kleine café om de haven. Ja. Heeft hij Osama gedownload? Dat dicht nu, dat café. Ja, dus dat café dicht, omdat ze dachten dat er een aanslag zou komen. Ja, terecht. Tuurlijk. Nou, maar we staan dus nu op een lijst van de KGB. Of de FBI. Daar kom je niet meer vanaf. Nooit meer. Daar sta je op. Nou, vergeet het maar. Geen huis kopen. Je kan geen wasmachine op afbetaling, noem maar iets. Ze luisteren alles af, al je mailtjes. Ze kijken mee via je webcam. Alles houden ze van je bij. Want ik belde laatst iemand, toen hoorde ik een klik op de lijn. Ja, nee, dat was het gebit van je vader. Ach, ja, ik had het toch ook toen Tini belde. Wat moet Tini nou met het gebit van mijn vader? Leg jij dat even uit aan die terroristen, als ze vragen hoe laat het is? Maar goed, in ieder geval, toen hebben wij besloten om geen internet meer te nemen. Dat heb jij besloten? Ja, dat heb ik. Ik probeer een punt te maken, maar je loopt er constant doorheen. Ja. Kijk, Ria en ik staan natuurlijk, steken natuurlijk met kop en schotel boven de hele straat uit, omdat wij op die lijst staan. En omdat wij 4 jaar geleden, heb ik mijn zundap verkocht aan een Marokkaan. En toen hij wegreed, bleef hij met zijn baard in de spaak hangen. Dus als er een terrorist bezig is in een vliegtuig, of een chemische lading moet gedumpt worden, nou, dan staat de Tulpstraat nummer 4. Op de eerste plaats op de top 1. Nee, top 10. Vroeger waren er helemaal geen terroristische bedrijven. Bedreiging? Anders ga jij zeggen wat ik bedoel. Ja, dan zal ik de was doen die jij moet doen. Jongens, vechten tegen de birkenkuil. Ik moet poepen.